een eindvertaling tot stand kan komen. Ja, dat is dus die tijd, dat werk. Maar nog niet het geld dat daarmee gemoeid is, want de universiteit is tegenwoordig krap. Universiteit, daar hoef je natuurlijk ook voor het Romeinse recht niet zoveel van te verwachten. Dat mag je ook niet vragen, denk ik. Ja, dat is een hele tocht geweest.